Hendrik de Beuken, archivaris van het museum van verloren gegaan tijd. En in dit museum hebben wij heel veel geschriften van lang vervlogen tijden. Maar sommige van die geschriften zijn behoorlijk mooi en leuk om te delen. Ik heb er weer een voor u opgeduikeld. Over een tante. Wilhelmina Isabella. Op een feestje zag ik haar. Ik schrok me volkomen naar. Maar plots kwam zij zomaar op me af. En dan was ik toch wel een hoop gewend. Maar deze dame was net een vent. Zo groot, zo fors. Dat het net een monster leek. Het was mijn tante Wilhelmina, Isabella. En oh, oh, oh mens, wat was ik bang. Dat ik er onder een tafel kroop. En eigenlijk liever nog achter het behang. Het was mijn tante Wilhelmina, Isabella. Ik had haar ook nog nooit gezien. En dus om het beter te verbergen, pakte ik toen bovendien nog het tafelkleed. Nee, twee punten beet zo. Dat het servies goed van tafel gleed. Oh, 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 oh. Kopjes, schotels op de grond. En wie toen plots naast me vond. Ja, je raadt het al. Mijn tante. En die zei. Ik ben je tante Wilhelmina Isabella. Jongen, wees niet zo bang. Kom onder die tafel vandaan. Nou, snel. Ik plak je echt niet achter het behang. Ik ben je tante Wilhelmina Isabella. Nou, toch, kom jongen. Doe nou niet zo mal. En toen sleurde ze me onder die tafel vandaan. En ik dacht, oh, 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 oh. Hartaanval. Maar nu, na jaren zo, zie ik wel. Mijn tante Isabel was lang niet zo'n monster als ik dacht. Mooie. Tot de volgende keer.